hallo. Ik heb hier inderdaad drie van de leden van Never Roam voor me staan. En met wie sta ik hier en wat doen jullie? Met Roman, gitarist. Kees, ook gitarist. Robin, drum. Ja, en jullie staan vanavond op Plein 44. Nou, neem ik aan, omdat jullie bekend zijn als een Nijmeegse band, dat jullie wel vaker hier in Nijmegen hebben opgetreden. Hoe is dat nou? We hebben echt heel vaak in Nijmegen gespeeld, ja. En dat is gewoon een thuiswedstrijd. Hè. We hebben hier onze fietsen staan, we zijn gewoon op de fiets. Dus zeker thuis, ja, thuiswedstrijd. En nou hebben jullie natuurlijk het voorprogramma van Bon Jovi gehad. Dat moet natuurlijk helemaal geweldig zijn als je in zo'n grote plek in Nijmegen mag spelen. En dan vanavond weer Plein 44. Ja, helemaal waardeloos. Ja, alles na Bon Jovi valt tegen gewoon. Maar het is alsnog in Nijmegen geweest. En je zou zeg maar verwachten dat na The Voice, dat je denkt van jee, daar gaan we het land door, de wereld door. Wat staat er op de planning voor jullie? Ja, heel veel nog. Heel veel festivals nog. Zwarte Cross vrijdag, hoofdpodium. Dus dat is ook super vet. En ja, najaar nog een hele tour die is uitverkocht. En we houden ons wel bezig. Oh, klinkt lekker hoor. En vanavond, wat staat er zeg maar op jullie repertoire voor vanavond? Wat kunnen we verwachten? Een hoop eigen werk en misschien nog wel een verrassingje her en der voor de Voice-kijkers. Een queentje? Daar ga ik natuurlijk niks over zeggen, dan moet je komen. Ja, ik hoop vooraan te komen staan bij jullie. Hoewel, we moeten eerst naar Criss Cross Amsterdam, want dat zien jullie vanavond ook. En hebben jullie een beetje zin in nog? Ja, tuurlijk! Ja, je staat zo bij met je handen in de zak. Ik dacht nou, hè? Kees heeft nog een dubbele agenda vanavond. Die krijgt misschien nog een klein ook. Oh. Dus die staat op knappen. Ja. De telefoon staat aan. staat op trillen, dus ik kan elk moment gebeld worden. Dus zo spannend kan het zelfs zijn dat ik niet eens meedoe. Mm-hmm. Want wat gebeurt er als je er niet bent? Dan, daar hebben we voor gezorgd. Ja, dan komt de snollebolleke, die komt dan hier gitaar spelen. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd en succes dan vanavond, speciaal voor jou. En jullie ook heel veel plezier nog met jullie optreden. Wij gaan zo weer door en ik hoop dat ik vanavond bij jullie erbij mag zijn om even te genieten. Front row. En we zien jou straks.